Tijdens de zomervakantie is vrijwel iedereen op zoek naar leuke en voordelige uitstapjes. Het Airport Museum biedt een speciaal leerzaam en leuk zomerprogramma voor alle leeftijden. Dus dat geen toeval. UTV neemt een kijkje en reist voor je af naar Oosterbeek om de 4 verschillende activiteiten even onder de loep te nemen. Wat valt hier nou te beleven en te zien? Je kunt hier beleven letterlijk de Slag om Arnhem. En wat er toen gebeurd is en wat dat voor invloed had op mensen en hoe ze het beleefd hebben. Wat, op welke manier kun je dat beleven? Verschillende manieren eigenlijk. Je begint boven in het museum waar we nu staan. Waar in chronologische volgorde het verhaal wordt verteld. Van dag tot dag dus de slag. Met, zoals jullie achter mij zien, alle objecten ook die daarbij horen. En je tocht eindigt helemaal beneden in de experience. Waar het dus echt beleven wordt. Waar je nogmaals loopt door een verwoest Arnhem en dergelijke. Ja. Dan hebben jullie 4 zomertips. Dat bestaat uit 4 activiteiten. Wat zijn die activiteiten? We hebben op verschillende dagen en momenten verschillende programma-onderdelen. Doorlopend is er het familieprogramma met Tom en Katja. Waarbij mensen dus tijdens alle openingstijden van het museum met de familie op ontdekkingstocht kunnen door het museum. Daarnaast hebben we ooggetuigen die vertellen hun verhaal. En die kun je natuurlijk ook vragen stellen. We hebben een wandeling door het gebied met een ervaren gids. Langs het gebied, langs de perimeter noemen we dat. Het gebied waar de Britten zaten opgesloten uiteindelijk. En tenslotte is het mogelijk om ook met een gids over de begraafplaats te gaan. Die vertelt alles over de begraafplaats en ook alle persoonlijke verhalen die daar eigenlijk te vertellen zijn. Ja, een perimeter is een hoefijzervormig gebied. Waar we nu staan is een beetje boven in het midden. En de perimeter wordt het gebied genoemd waar de geallieerden op een gegeven moment nog gebied hadden. En helemaal omsingeld waren door Duitse troepen op dat moment. Okay. De wandeling loopt precies langs de grens. In het zuidelijke gebied lopen ze. En ze lopen dus ook naar de Rijn. En een beetje de route die uiteindelijk gebruikt is om terug te trekken. Vanuit het hoofdkwartier Hartenstein, wat het museum hier is. En onderweg zijn allemaal dingen te zien en te vertellen. Nou, een van de andere activiteiten uit de 4, dat is de wandeling op begraafplaatsen. Denk je, nou, dat doe je niet in je vakantie, maar dat is best indrukwekkend. Ja, het is een hele bijzondere plek om te zijn. En het bijzondere om daar rond te lopen met een gids is dat je er ook echt achter komt. Nou, er zit een hele gedachte achter hoe die begraafplaats is opgebouwd. En er zijn over elk graf eigenlijk natuurlijk een heel verhaal te vertellen, want dat zijn mensenlevens. En dat zijn hele mooie, indrukwekkende verhalen. Een aantal gidsen zijn ooggetuigen van de slag ook. Dus die hebben het meegemaakt en kennen soms zelfs mensen die begraven liggen op die plek. Tom en Katja, die nemen gezinnen mee met een familieroute door het museum. Waarbij samenwerking heel belangrijk is en onderzoek doen. Die samenwerking komt tot stand doordat ook alle familieleden een eigen rol krijgen en een gadget. En zo hebben ze allemaal in dat onderzoek een rol en moeten veel samenwerken en onderzoeken. We staan nu in de huiskamer van het museum. Ja, de Hall of Fame ook wel. Een medaillezaal wordt ook wel genoemd. Maar in deze wat meer huiselijke omgeving zijn onze ooggetuigen, vertellen hun verhaal, zitten in de verhalenstoel en het publiek eromheen. Die activiteit vindt ook een paar keer plaats. De Tom en Katja familieroute, ooggetuigen vertellen hun verhaal, het bezoek aan de beroemde Airport begraafplaats en een speciale wandeling, de Slag om Arnhem. Het zomerprogramma van dit museum staat dus in het teken van ontdekken, wandelen en genieten van het lekkere weer in de buitenlucht. Je zou zeggen een prima combi. Wil jij meer informatie over het Airport Museum? Kijk dan op de website www.airbornmuseum.nl.